Ja, er komt er nog één aan, want helemaal uit het achterveld komt nu Common Scott. Halverwege de laatste bocht gaat hij naar plaats 2. Kooijman heeft het ook al gezien. En die knijpt hem hoor. Die is er nog lang niet. Ze zijn in de laatste rechte lijn. Leiding is in handen van Kito Benno. Hele grote stappen aan de buitenzijde. Komt Common Scott. Ze gaan in de laatste 200 meter. Het is Kito Benno. Daar komt Common Scott aan de buitenzijde. Daar komt Pols aan. Wat kan die man het timen? Wat kan die het timen? Go baby! Go, go, go! Common Scott! Kito Benno, geweldig gelopen tweede. U in door Dwazen derde. En plaats 4, Kloos. Ja, Bas, je staat toch naast me. Alle respect denk ik ook voor de runner-up, Kito Benno. Je hebt het nooit eerder echt geprobeerd te steren met hem. Common Scott is thuis een van de sterkste paarden die ik heb. En die heeft normaal een mooie koers in die andere klasse. Die was er nu niet. Ik zei, we gaan het gewoon proberen vandaag. En ik had tegen Ruud gezegd, zitten blijven tot de laatste 500 meter. Perfect gedaan. Ja, die man kan je met een boodschap wegsturen, hè? Ja, zeker. Super cool bloedig. Heel blij mee. Heel blij mee. Mooi, Bas. Dankjewel. Café Het Ziel. Willem en Elske, geweldig weer dat jullie ook dit jaar de meeting weer zo'n warm hart toedragen. Middels een geweldige sponsoring. En ze zijn onderweg, Willem en Elske, met de prachtige stoeltjesklok. En die stoeltjesklok die gaat dan mee. We gaan de foto maken. Prachtige sierdeken namens Café Het Ziel. Een van de hoofdsponsoren hier op de baan van Joure. Waarvoor duizendmaal dank. Ruud, ik loop met je mee. Dit was genieten. Bas zei, wacht maar even. Ja. Bas zegt, je moet geduld hebben, blijven zitten. Hij heeft nooit die afstand gelopen. Kijk maar de laatste ronde. Nou ja, het paste precies allemaal en je kon er overkant uit. Maar ja, toen ging je echt hard hoor. Nou, ik zeg, je komt gewoon met wat over binnen, hè? Ja, dat leek over 1600 meter gelopen had, want hij vloog het laatst naar overkant. Ruud Pols, dames en heren, hij wint hier Café Het Ziel, Willem en Elske prijs. Op onnavolgbare wijze met Common Scott. Prachtige tip, Hans, kan niet anders zeggen. Ik hoop dat de mensen daarvan geprofiteerd hebben. We gaan er een hele lange ereronde mee maken, want dat verdient hij. Hij heeft er ook lang voor moeten strijden. Maar hij kwam okselfris binnen, dames en heren. Geweldige winnaar, Common Scott. Felicitatie aan de heer Veenstra, de eigenaar in de Sulky, Ruud Pols. Paarden gaan richting baan. Gelukkig maar. Ja, de vlag is naar beneden, de start is gevallen. Goeie start aan de binnenkant voor Doc Holiday. Daarnaast Zoïd en Sijp ook. Bruno Lanser Rood is goed weg. Adelaar trouwens ook. En dat tweede en derde band, dat sluit gelijk aan. Tweede band vooral. Derde band moet nog wel een gaatje dichtlopen. En zo gaan de paarden de eerste bocht in. Daar is het dringend geblazen, want iedereen wil naar voren. En de deelnemer die het snelste naar voren komt en inmiddels ook de leiding heeft overgenomen. Dat is de nummer 9, Urbino Ludoir met John Dekker. Urbino Ludoir, dat is een outsider. Die komt als eerste de rechte lijn voor de tribune in. Daarachter op plaats 2, Bruno Lanzarote. Derde paard aan de buitenkant is Zoe Tessijpen. En vierde aan de relingzijde is dan Boosprengers met Doc Holiday. Vijfde daarnaast ligt Eddie van der Galië met Diana Cunera. En daarachter in het tweede spoor ligt de mede-favoriet. Dat is Common Scott. Zo gaan we nog vier ronden afleggen, Rogier. Vier inderdaad, het is aftellen hier op jouw rennen. Het is Urbino Ludoir die leidt. Aan de buitenzijde Zoe Tessijpen. Het is een wandeltempo waar met name Willem Callecoot wat last van heeft. Want zijn paard wil wel wat harder dan het Willem toe wil laten. Aan de binnenzijde Bruno Lanzarote. Aan de buitenkant Automatic Frisia. Daarachter volgt dan aan de binnenkant de nummer 1 van Doc Holiday. En die wordt in het tweede spoor daarachter geflankeerd door Ruud Pols. En Ruud is in deze koers actief met Common Scott. Dat is ongeveer het leidend sextet dat Tom Kooijman ernst van de zaak maakt. En hij blaast daar het hele veld voorbij met Kito Benno van de laatste naar de eerste plaats, zonder dat het ook maar een grijntje inspanning heeft gekost. Ja, dan maakt 50 meter ook weinig uit. Hij is de hele 50 meter ingelopen, ligt inmiddels aan kop, Kito Benno. En gaat als eerste de volgende bocht in. Hugo Saint-Alais op de tweede plaats. Ja, daar de buitenkant daarnaast is Zoe Tessijpen. En er is nog een deelnemer die denkt, dat kan ik ook. En dat is Willem Callecoot. Die komt aan de buitenzijde nu ook naar voren. Die lag net voorlaatste. Die gaat denk ik gewoon proberen of hij hetzelfde kan als Tom Kooijman. En op dit moment is hij daar aardig mee bezig. Maar dan komen de rechte lijn voor de tribune. Tempo is weer naar beneden gegaan. We hebben straks nog 300 te gaan. En Kooijman zegt, jongen, doe maar kalm aan. Dat doe ik ook. Kito Benno Leitz. En daarachter op plaats 2 aan de buitenzijde. De 6, Green Harry. Voor de 9, en dat is Urbino Ludoir en de 2 Zoe Tessijpen en aan de binnenkant Bruno Lanzarote. Daarachter is het dan aan de buitenzijde Automatic Frisia voor sterk gehouden Doc Holiday. Een lengte verder weg Adelaar, die ligt er niet makkelijk in, wordt geflankeerd door Common Scott. Daarachter Remco Lohman met Hugo Saint-Hélier en die wordt dan weer gevolgd door het nummer 7 van Udia Renja. En de laatste plaats is voor Sahir Charisma.
Visma. En die wordt gereden door Elko Korrel. En zo hebben we alle paarden een keer genoemd. Kunt u aan de hand van die volgorde lokaliseren waar het door u gespeelde paard zich bevindt. En als dat Quito Beno is, dan ligt hij aan kop. Quito Beno leidt makkelijk aan de buitenkant daarnaast Green Harry en daarachter Hugo Sandelé. Daarachter aan de relingzijde ligt Bruno Lanzarote. Daarnaast in de tweede spoor Zoe ter Sijpen. Daarachter ook in de tweede spoor Automatic Frisia. Aan de relingzijde ook de handen vol voor Bo Sprengers achter Doc Holliday. En aan de buitenkant daarnaast ligt Common Scott. Allemaal kanspaarden die nog in de start van het veld liggen. Ook Adelaar, en die ligt er heel ongelukkig in. Die ligt vast aan de relingzijde in een wandeltempo. Dat wil je eigenlijk helemaal niet. Maar ja, op dit moment heeft Caroline Albers geen keuze. Ze kan geen kant op. Paarden komen voor de tribune langs. Kooijman kijkt eens een keer het hele veld door en denkt, dit gaat lekker. En hoeveel moeten we nog? Nog twee rondjes. En Kooijman knipt. Het spel gaat op de wagen, want het is Remco Lohman die zijn Hugo Sandelair naar buiten stuurt. En die gaat drie dik ten aanval, maar vooraan wordt hij er niet warm of koud van. Tom Kooijman met Quito Beno heeft een lengte voor. Tweede plaats Urbino Ludois. Aan de buitenzijde dan Gris Harry. En daarachter komt aan de buitenkant Hugo Sandelair naar voren. Hugo Sandelair met Pegasus vreugels gaat hij het hele veld voorbij. En we zijn inmiddels halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En Hugo Sandelair is tot schuin naast de koploper gekomen. Maar die koploper, dat is nog altijd Quito Beno. En die brengt het veld de verre linkerbocht in. Ja, en Kooijman doet niks anders dan kijken. Hij heeft het wereldrecord omkijken inmiddels al bijna gebroken. Aan de buitenkant naast hem ligt inmiddels dan de opgekomen draver van Remco Lohman. En dat is Hugo Sandelair. En daarachter aan de relingzijde volgt dan John Dekker, die daar al de hele weg ligt. Die heeft eigenlijk een koers op maat. Niemand let echt op hem. Urbino Ludois. Maar wat ligt hij er mooi in? Andere paarden die nu ook van achteraf naar voren proberen te komen, hebben een probleem. Want dit is normaal het moment dat het tempo omhoog gaat. En dat weet Kooijman ook. Kooijman aan kop. Kijkt om. Ziet opzij. En ziet aan de buitenkant onder andere komen. Zoe ter Sijpen. En zo gaan we de slotronde in. En wat krijgt Bruno Lanzarote mooi? Die krijgt hem geweldig op maat met Rob van Toor. En die komt aan de buitenzijde naar voren. En datzelfde geldt voor John Dekker achter Urbino Ludois. Maar die springt weg. Springt daar zomaar weg die Urbino Ludois, maar wordt tijdig weer gezet. Het comité is uiteraard Clement en aan de buitenzijde komen ze wel naar voren, maar Kooijman gaat er niet op wachten. Wat zou dat mooi zijn, Quito Beno, een absolute held. Als er een beetje een zwaar padje is, dan vindt hij het lekker, maar hij kan er nooit gerust op zijn, want er is één Fransman en die Fransman komt in de achtervolging en die luistert naar de naam Urbino Ludois, een gigant van een outsider en die zit hem op de hielen. Ja, en er komt er nog één aan, want helemaal uit het achterveld komt nu Common Scott. Pols probeerde het eerst binnendoor. Nu gaat hij buitenom en daar komt hij aan. Halverwege de laatste bocht gaat hij naar plaats 2. Kooijman heeft het ook al gezien en die knijpt hem hoor. Die is er nog lang niet. Ze zijn in de laatste rechte lijn. Leiding is in handen van Quito Beno. Hele grote stappen aan de buitenzijde. Komt Common Scott. Ze gaan in de laatste 200 meter. Het is Quito Beno. Daar komt Common Scott aan de buitenzijde. Daar komt Pols aan. Wat kan die man het timen? Wat kan die het timen? Go baby! Go, go, go! Kom on, Scott! Quito Beno, geweldig gelopen tweede. Uwin Dordwaze derde. En plaats 4, Kloos.